Lobby One, Saranamang. We staan alweer aan het eind van een zwaar jaar. Een jaar dat gestaan heeft in de schaduw van de economische crisis en de coronacrisis. Maar ondanks de donkere wolken van de COVID-19-pandemie, is er licht. Hebben we achter de rug een bijzonder jaar. Een jaar waar we samen konden zijn met onze familieleden. Een jaar waar wij samen overwinningen hebben bereikt. In deze pandemie hebben vooral medische frontliners, vrijwilligers, familieleden, het team van het ministerie van Volksgezondheid hun tijd en energie opgeofferd om de zieken te helpen. Dat zegt heel veel van liefde. En liefde is precies waar het om gaat als wij praten over kerst. Uit liefde voor de mensheid heeft God zijn enige geboren zoon gestuurd naar de wereld om de mensheid te redden. Het rest mij uw gezegende feestdagen toe te wensen. Hou het gezellig, maar wees veilig. Koester elk moment dat u samen bent met uw geliefden. En een gelukkig, gezegend, succesvol en gezonde 2022.